Goedemorgen, het is maandag. Wij zijn wakker in Servië en vandaag vliegen wij terug naar huis. We moeten over 1,5 uur uitchecken. En we gaan even douchen, even alles in de koffer gooien, even ontbijten buiten de deur. En dan worden we om 12 uur opgehaald. Wij zijn vannacht volgens mij uiteindelijk toch om 6 uur in slaap gevallen of zo. Maar het was wel gewoon super leuk allemaal. En dit was echt een super, super leuke reis. Dus ja. Ik hoop dat jullie het ook leuk vonden om mee te kijken. Lutheid. Oh, op te staan. Ik heb deze hier opgemaakt. Dit is de Virgin Oil Shower Oil van Ritual. Super lekker. Op. Oké, ik ben er met inpakken. Ik wissel dit straks om. Ik heb die tattoo. Lange broek en jasje. Die laarsjes ga ik hier laten. Die zijn toch echt helemaal kapot. Dan heb ik hier mijn kleine tasje. En hebben we nog een... oh ja, die... ja, die kan in de koffer. Waar is mijn toeblader? Waarom hebben die in de koffer gedaan? Jouw oplader, ja. We hebben hier nog trolley van Voef en een grote die we delen. Ja, weet ik niet. Lijkt alsof die aan staat, hè? De pet waar ik mee vlieg. Ik mag Voefjes pet op. Mijn is helemaal goor, die roze. Ja, maar dat is eigenlijk jouw pet, hè? Oh ja, tuurlijk. Dit is mijn... Oh, nee, een van de redenen denk ik dat het jouw pet is. Omdat ik hem wat meegenomen om te gebruiken. Doe hem nog niet op, denk ik. Doe hem pas bij vliegen. Oké, wij zijn klaar. Wij checken uit. Doei, kamer. Dag. Oké, even snel een broodje halen. De moeilijkste beslissing, ga ik voor burek of ga ik voor pizza? Nou, ik ga er eens 2 nemen. Daar zit ik dus ook over te denken, een goede afsluiter 2. Want we vliegen pas om 4 of zo. Maar als ik er nou 2 naar binnen werk, vind ik wel een hele goede afsluiter inderdaad. 2 naar binnen werken gaat je niet lukken, moet je wel vertellen. Ja, maar neem ik er eentje mee met trolley zo. Oh. Krompier. Hallo, can I have one krompier? En ik wil die met appel. Is dat die? Jabuka, ja. Ja. Wat is het voor jou? Wat wil je nog meer? Oh my god. Oh my god. Hier, dit is gewoon niet normaal. Wat we over hebben, nemen we mee in een zakje of zo. Oké, dit is wat we op hebben. Voor zijn ene broodje hebben we allebei ongeveer de helft op van de pita. En ik zit met moeite dit nu naar binnen te werken en dan doen we dit in een zakje meenemen. Wij zitten in de taxi en we gaan naar het vliegveld. Ik ga naar Belgrado, dat is een uurtje rijden vanaf hier. Daarna vliegen we terug naar Nederland. Er was nog iemand die opgehaald moest worden, maar die slaapt nog blijkbaar. Dus misschien gaan we die nu ophalen hoor. Denk je? Dat was ja, nog daar langs. We rijden nu wel namelijk de stad. Dat is echt heel rot, dat je taxi er staat en dat jij gewoon slaapt en niemand krijgt je wakker. Ja. En we zitten in de taxi en die dude is opgehaald, die uit zijn bed gerold, dus we gaan het allemaal redden. We vliegen over ongeveer 2,5 uur. Kijk, we rijden weer. Het is zo raar, dit lijkt precies op Nederland als je zo kijkt. Het is heel plat. En dan in één keer zie je daar wel bergen in de achtergrond. Dit vindt hij heel chill. Dit zo, dit zo. Ja. Ik kan ook dit ding in het midden naar beneden doen met Leuning. Oh, weet je? Wij rijden hier, zeg maar toen we hierheen gingen, reden hier ook al langs. Het is een soort van fort. En daar staat een heel groot een Nike logo. Maar het is echt een soort van eigen dorp of zo. Ja, daar staat een Nike outlet store. Maar zou dat hele ding een outlet store zijn? Ik denk dat wel. Het is een soort van geheime locatie, midden op een weiland ook. Ik denk wel dat het iets van een outlet is. Ja. We zijn ingecheckt. Ja, ik heb 1000 nog. Of althans, dat is dus niet 1000 euro hoor, maar 100 is 120 is 1 euro hier. 200. Ach. Goed. Even een magneetje zoeken. We gaan zo het vliegtuig in. We hebben wat lintballs gekocht. Ik heb mijn boek weer. En het wordt vliegen. We gaan weer naar Vienna en dan van Vienna naar Amsterdam. En dan zijn we 6:15 vanavond thuis. We zitten in het vliegtuig en de vlucht heen, hier naartoe, een van de twee vluchten, zat er dus een vrouw tussen ons in, een meid, en die deed dit blijkbaar. Bij mij, vond niet het bij heel jou. Irritant. Die bij deed jou dat... niet, bij jou deed ze heel aardig. Nee, maar die deed dan zeg maar het kaarsje en dan moet je... En dan gebeurde dit, beweeg eens met je arm. Nee, echt waar. Ga eens naar achteren. Nou ja! Ik snap het ergens wel, maar... Goed, ja. Maar waarom deed ze dan niet bij jou? Maar genoeg kaartjes.
Ik heb nu deze plaktattoo sinds gisteravond erop. En ik heb echt definitief besloten dat ik nooit een tattoo op mijn been zou nemen. Ik vind het eigenlijk, ik weet niet, het trekt de hele tijd mijn aandacht. Voel vindt het wel leuk. Toch, bij mij? Ja, dat gaat ook bij mij doen. Wat op je been? Ja, toch? Ja, als jij dat graag wil, moet je dat doen. Maar nee, dit is te. Ik ben meer van de subtiele plekjes. Net als zeg maar die tattoo op mijn heup, dat is dan een hartje. Dat is een, niet een heel duidelijk plekje die je zo ziet. Ik denk dat ik mijn eventueel volgende ook op zo'n soort plekje zou doen. Niet een plekje waar ik hem de hele tijd zie. Dus. Heel leuk die shot, dat shot net, maar dat was ook alweer 20 minuten geleden van precies hetzelfde stukje. Ja. En onze overstap zou over ongeveer 20 minuten zijn. En we zeiden ook van ja, ik denk dat we niet gaan redden, maar ze zeiden van alle vluchten zijn vertraagd, dus misschien dat je nog gewoon over. We zullen zien. De volgende vlucht zou ook een beetje vertraagd zijn, dus ik denk dat we die wel moeten redden. Ga er vanuit. Ik ben wel chill eronder, ja? Care. Ik hier nog een dag moeten blijven? Care. Ik heb toch laptop bij me. Nee jongens, hij vertrekt over 7 minuten en wij staan hier nu stil al een minuutje of 5. Gaan we nog doorlopen? Dus ja, ik ben benieuwd. Ja, we moeten nog met het busje. Ja, of hij moet echt vertraagd zijn. Maar alles lijkt erop dat deze wel gewoon normaal gaat. Daar staat die jongens, we mogen er niet meer in. Daar, dat vleugeltje daar wat je ziet. Het vliegtuig die klaar is. We komen aan en mogen er niet meer in. Oké, kom dan sowieso. Ja, let's go. Oké, gemist. Dit is echt, hij stond er gewoon nog. Wat hij met OMG de rij naar de klantenservice duurt 6 gates. Dus 1 tot en met 6 lang. Dat is niet normaal. Al die vluchten die allemaal vertraagd zijn, gecanceld, weet ik veel wat. Maar ik vind het persoonlijk erg oneerlijk als hij er staat dat je er niet op mag. Want jij staat er gewoon nu nog steeds en er gewoon opgekut. Terwijl Foef in de rij voor hem staat, ga ik even een lekkere juice halen. Twee energy balls en een sapje voor allebei. Mensen worden dus echt een beetje barbaars. Wij staan echt heel lang netjes in de rij. Dus er zijn zoveel mensen die voordringen. Ik denk dat we hier met honderden mensen staan. 338, 125 is er nog in de beurt. Ja, nummertje trekken en gaan. Dit duurt echt een eeuwigheid. Ze zijn nu bij nummer 150, wij zijn 394. Ja. Toppie! Claustrofobisch as hell, maar een lichtpuntje in de dag. Onze broodjes, zo greasy! Beetje maar. Greasy! Lekker. En dit allemaal terwijl het vliegtuig er nog stond. En de vrouw die ons hielp, we hadden iemand in de lijn, zei ja hoor, echt iedereen is op de vlucht gekomen. En soms zei ze, nee, jullie kunnen niet meer op de vlucht. Maar hij staat er nog, nee, jullie kunnen niet op de vlucht. Dus dezelfde... Ik snap het wel, het is niet ik haar, ook, maar... het is niet haar ding. Ik bedoel, maar het was uiteindelijk dezelfde vliegmaatschappij. Dus zeg maar, degene bij wie er vertraging was en dan... En zij kunnen er ook niks aan doen. Maar toch, dan denk ik... Ja. Maar terwijl ze zei van iedereen is, zat ik zo te wapperen. Zo van, ja. Oh, terwijl ze aan de telefoon zei, ja hoor, iedereen is binnen. Hallo, wij moeten nog. Oh nee, jullie niet.
Oh. Ja, want jullie koffer is nooit aangekomen. En toen liepen we weg en toen zag ik mijn koffer buiten staan. En hij is er afgegaan. Ja, waar is de koffer nu? Ik ben echt benieuwd waar die. Misschien ligt hij gewoon op de band beneden of zo. Let's make the best of it. En we gaan werken op de laptop. Yes. OMG, er was net een tornado. Serieus, een half uur geleden. Dit moet de reden zijn waarom wij dus niet konden landen net. Heftig. Foefje is de beste. Foefje is naar voren gegaan. En ze waren dus blijkbaar random al gestopt met het hele telsysteem. Omdat iedereen wij al zoveel... zo lang. Over 3 uur hebben gewacht. Ja, en toen heeft Foefje het geregeld. En nu zit op een vlucht. En die vertrekt over 1,5 uur naar Amsterdam. Business. heel cool. Yes. En dan gingen de mensen voordringen. Oeh, en als er iets is wat je bij Foefje niet moet doen, is het voordringen. Ja, hij pakt je gewoon. Ja, echt. Daar houden we allebei helemaal niet van, maar hij is wel echt heel erg van de... Wij hebben ook de hele tijd net mensen aangesproken die bij anderen gingen voordringen. Dat zagen we. Toen ik daar stond, werd de andere mevrouw boos op iemand. Want ze stonden in de rij voor de mensen die ook lang hadden gewacht. Ja. En er ging iemand achteraan sluiten die net aankwam. Toen zei ik nee, 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 nee. Maar ik hou daar ook niet van. We zijn echt gewoon letterlijk... Je mag dat niet doen, ook al was het niet bij ons, weet je wel. Lounge is super chill. Heel eerlijk, omdat er eten is en omdat je gewoon lekker rustig, je kan hier gewoon rustig werken. En dat is zo fijn. Ik ga gewoon lekker editen totdat wij er vandaag gaan zijn. Yeah. Foefje is aan het editen, maar let niet hierop, want ik weet niet wat dat is. Dat is niet van ons. Heb jij maar... toch net... Nee, ik weet niet wat het is. Het ziet er wel lekker uit. Ik moet koffie volgens mij laten vallen. Maar het is wel heel erg gelig. We gaan eindelijk bijna zo vliegen, denk ik. 9:30? Nou, het is al 9:30 geweest. Maar... Ja, het is nu 9:45 alweer. Maar we dus kunnen editen. Dat is wel heel relaxed. En we zijn dingen aan het opladen. Ja, ik begonnen. Yes. Dat is ook fijn. Kijk op deze, hoe chill deze werkplek is. Kunnen we dit niet ook even schipbol doen? Wacht. Kan dat? Oh. Ja, je kan zo zitten. Dat is de bedoeling. Nice. Ja. Oh, dat is wel echt heel relaxed. Misschien hebben we dat ook bij op Schiphol. I don't know. Kijk weer. Ik sta weer half omdat hij aan het exporteren is. Oh yeah. Hi. Oh. My god. We hebben het business class deel en dat zijn 8 stoelen. 2, 4, 6, 8. Voor onszelf. Wij met z'n twee. Ik vroeg net, mogen we overal zitten? Ja. Ik zeg, mogen we ook wisselen van plek en hoppen van stoel naar stoel? Wanneer? Ja. Just for us. Maar dan straks gaan we dansen. Gaan we dansen, inderdaad. Dan gaan die gordijntjes dicht. En dan kunnen we hier een party houden. Ik heb mijn kussentje hier. Ik heb hier. Ik ga lekker een slaap party houden. Hij wordt gezakt. Ik was net te laat. Hij deed echt... Dat is die band. Oh. Het is niet warm, nee. Maar ik heb mijn lange broek hier. Dus. Het is middernacht en we zijn op Schiphol. Dit is net als laatst. Wanneer was het ook weer dat we hier waren dat het ook echt leeg was? Huh? Oh, dat zou kunnen, ja. Ja, inderdaad. Na onze bruiloft toen we terugvloog. Yes. Oef, dit gaat mis zo. Niet waar. Oh, we hadden al zoiets van, zou de koffer wel aankomen? En ik word zojuist omgeroepen op mevrouw Veeuk de sofa. Kom naar die balie. Ja, uw koffer is niet aangekomen. Yeah. Nou, die was te verwachten omdat natuurlijk, omdat we zo'n gehandels hadden met die vluchten. Maar maakt niet uit, hij wordt vanmorgen met de eerste vlucht mee. Er zit eigenlijk ook helemaal niks in wat we nu nodig hebben. Allemaal vuile was en onze reis. Ook en zo. Ja, mijn make-up zit er al ook in. Dat heb ik eigenlijk wel nodig. Nee, ik heb van alles, joh. Boeien, komt goed. Hey, ze hebben het goed gedaan. Ja, ze hebben het echt goed gedaan. Allemaal netjes geregeld. En nu wachten op de taxi. De taxi is er zo om 12:30 ongeveer. Nee, 1:15.
Ik neem nooit thee bij de Starbucks, maar ik denk dat het nu handig is om thee te nemen in plaats van koffie, anders blijf ik wakker. Dus ik heb een heerlijke kamillethee om lekker rustig te worden. Wij zijn thuis. Het is 2:00 s'nachts, maar we zijn er. 2 a.m. En mijn mama heeft een super lekkere soep gemaakt. Kijk nou, ziet er toch fantastisch uit. Dit en dan moet er wat peterselie bij. Dus gaan we heel even eten, want we hebben eigenlijk niet echt een fatsoenlijke avond gegeten. Nou, trouwens wel aan de vlucht, maar ja, een beetje. Dus dit even eten. Zeg maar Belgrano. Oké, okay. Ik heb per ongeluk Belgrano gekocht. Niks per ongeluk. I literally told you 7 times. Nou, ik heb een magneet van Belgrano waar we niet... Nee, we hebben gevlogen op Belgrano. Ja. Soep. Burr. Soepje. Lekker. Oh, vlog uploaden. Die heb ik net geëdit op het vliegveld. Kan ik hem gelijk uploaden.